Imagine. Ready to create Utopia. Nou, de meeste mensen hier in Nederland die zijn gelukkig. Het blijkt ook steeds uit onderzoeken dat in Nederland mensen gelukkiger zijn dan op veel plaatsen in de rest van de wereld. Dat vind ik wel mooi. Maar dat betekent niet dat er hier niet een hoop te doen is. Waar ik me wel een beetje zorgen over maak, is dat ik steeds meer angst zie over, tegenover religie. Ik ben zelf christelijk en ik zie in Amsterdam het heel vaak gebeuren dat mensen een beetje bang zijn voor christenen. Laatst is in de gemeenteraad een motie aangenomen die zei: de gemeente mag geen organisaties meer aan het werk zetten die een religieuze grondslag hebben en alleen maar christenen aannemen. Daarmee zou je bijvoorbeeld het werk van het leger des Heils in één keer onmogelijk maken. En daar maak ik me zorgen om. Ik denk dat we niet zo bang hoeven te zijn voor christenen. Ik denk dat we juist waardering moeten hebben voor het goede wat religie de samenleving te bieden heeft. Ja, dat denk ik zeker. Als ik zo meteen op 3 maart verkozen word in de gemeenteraad en op 11 maart hoop ik dan geïnstalleerd te worden, dan heb ik een droom van mij gevolgd en dan kan ik gewoon mijn boterham verdienen, want als raadslid verdien je geld genoeg om een goede boterham te verdienen, dus dat kan zeker. Nou, ik denk dat natuurrampen ons wel laten zien, of in ieder geval mij wel laten zien, dat de mens het hier op aarde niet voor het zeggen heeft. Als je kijkt naar aardbevingen of vulkaanuitbarstingen, daar kunnen we als mensen niet zoveel aan doen. En ik zie daarin dat God de wereld in zijn hand heeft en dat stemt wel tot nederigheid bij mensen. Nou, wat ik sowieso alvast heel prettig zou vinden, is maar een klein dingetje, maar als ik hier in Amsterdam over straat loop, merk ik veel te vaak dat mensen niet eens teruggroeten. En dat vind ik eigenlijk jammer. Volgens mij, als mensen elkaar in ieder geval groeten en laten zien dat ze elkaar zien staan, dan heb je alweer een klein stapje gezet naar een iets mooiere wereld. Nou, ik probeer natuurlijk in mijn dagelijks leven het goede te zoeken voor de mensen om me heen en voor de wereld om me heen. Maar wat ik mooi vind aan de politiek is dat je daar je handelen een veel grotere rijkwijd heeft. Als ik in mijn eentje ervoor zorg dat ik mijn afval niet op straat gooi, is dat goed, maar daar wordt Amsterdam niet schoner van. Terwijl als ik in de gemeenteraad een bepaalde maatregel zou kunnen nemen die Amsterdam schoner maakt, dan heeft je handelen dus een veel grotere rijkwijd. En dat gaat ook voor de omgang met mensen. Ik kan wel een dakloze kan ik wel een euro geven. En dat is het goed voor mij en dat is goed voor hem misschien, maar daarmee los ik zijn problemen niet op. Terwijl in de gemeenteraad, dan kun je, als je daar een goed besluit genomen zou kunnen hebben, kun je echt voor veel meer mensen goede dingen bereiken.